Jan-Hein Kuipers, wat vindt u van het besluit dat is genomen door het OM? Dat is het enige juiste besluit. Ik denk dat het niet anders kan als je kijkt naar de situatie, hoe die op de plaats een delict zich heeft ontsponnen. En de gevolgen die het allemaal heeft gehad voor de slachtoffers, maar ook voor Marina en Willy, de juweliers. Dan is dit denk ik de enige mogelijke juiste beslissing. Toch komt er nog wel een vervolging voor het verboden wapenbezit. Is dat terecht in uw ogen? Ja, dat is een logische beslissing. Het is zo, ik heb vanaf dag 1 gezegd toen ik de zaak aannam, dat het het meest redelijke is om het op die manier wellicht af te doen. Om Willy aansprakelijk te stellen voor verboden wapenbezit. Dat heb ik ook met Willy besproken. Die gaat er ook mee akkoord, toen al en nu nog steeds. Omdat het nu eenmaal strafbaar is om een vuurwapen te hebben. De reden waarom er een vuurwapen was, is ook van belang. En dat zal straks allemaal wel bij de strafrechter naar voren worden gebracht. Kunt u even gewoon uitleggen voor mensen die eigenlijk normaal met dit soort materie niet bezig zijn, waarom zo'n zaak als dit, dat het logisch is als daar noodweer voor wordt gekozen? Nou, het is zo dat noodweer inhoudt juridisch dat je je verdedigt tegen een noodzakelijke, of op een noodzakelijke manier je verdedigt tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Dus als er een hele spontane, enthousiaste aanranding van iemand is, mag je je daartegen verdedigen. En als je dat doet op een proportionele manier, en dat is in dit geval geweest, hoe gek het ook klinkt, want er zijn twee jonge jongens overleden, dan ben je niet strafbaar. Je mag je verdedigen. Vandaag die persconferentie, heeft het echtpaar die beelden gezien? Het echtpaar heeft stills gezien, dus prints van de beelden, zoals die door de camera's destijds zijn opgenomen. Het zijn allemaal fragmentjes, dus die hebben ze gezien. En zelfs Marina, die in haar herinnering het allemaal niet zo evident, duidelijk en gedetailleerd had, die schrok ook nog eens van die beelden. Bijvoorbeeld van het beeld waar je op een gegeven moment ziet dat er een been binnenkomt, het kantoortje in van een van de overvallers. Dat had ze helemaal niet opgeslagen in haar geheugen. Hoe gaat het op dit moment met het echtpaar? Met Marina, ja, die is mentaal zeer aangeslagen. Die was destijds al na een eerder overval jaren geleden onder behandeling geweest voor een posttraumatische stressstoornis. Ja, die is nu weer in volle hevigheid terug. Ze durft niet meer in de winkel te komen, anders dan dat ze af en toe daar wat administratie doet. Maar als ze een auto voorbij hoort rijden of een knal hoort of wat dan ook, ja, dan kiest ze het hazenpad, gaat ze weer naar huis. Ze is slecht aan toe, die is onder behandeling. En Willy, ja, die roeit met de riemen die hij heeft, die moet wel. Die zaak die moet open. Ze zijn afhankelijk van de inkomsten uit die zaak voor dagelijks onderhoud. Dus samen met zijn dochter probeert hij het beste ervan te maken zakelijk. Ze zijn destijds door een hel gegaan, maar ik kan me voorstellen dat voor hen de hel misschien nu ook nog weer los gaat breken. Omdat ze nu pas misschien vanaf met het verwerken kunnen beginnen. Ja, in principe wel. Het zwaard van Damocles van justitie is weg. En dat is natuurlijk hoe je het ook went of keert en hoe je ook wordt toegesproken door heel Nederland. Want volgens mij vindt niemand dat dit tot een vervolging had moeten leiden, maar dat er zeiden. Maar je kunt van iedereen van alles horen, maar als justitie zegt het is klaar, we houden mee op. Wij zien dat dit een noodweersituatie was. Je kon echt niet anders. Gezien de aanranding die binnen plaatsvond, dan is dat wel een last die van de schouders valt bij Marina en Willy. We hebben nog wel twee advocaten natuurlijk van de tegenpartij, om het maar even zo te zeggen. Wat verwacht u van hen? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, kijk, ik weet ook wat noodweer is en ik heb de plaatselijk daar ook gezien, ook op die beelden. Maar ik geloof niet dat er een andere mogelijkheid was. Marina kon niet weg. Die heeft juist nog geprobeerd om de boel in te dammen door de deur dicht te houden. Die heeft op een gegeven moment een man gezien in het bloed, al vechtend en schreeuwend. Die heeft daar horen roepen, schiet hem kapot, schiet hem kapot. Ja, dat, als je daar nog iets van weet te maken dat dat geen noodweer is geweest, dan wil ik het wel eens zien. Tot besluit, komt er een nieuw wapen? Zijn ze dat van plan? Nou, daar ga ik absoluut niet van uit, nee. Nee, de gevolgen die dit allemaal heeft gehad, geloof ik. Ik zou het ook niemand aanraden om een wapen in de zaak neer te leggen. Je ziet wat er van komt, ook al kun je niet anders. Maar elke zaak wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Dus als er weer een keer zoiets gebeurt, dan zal het niet zo zijn dat iedereen kan zeggen van ja, in die zaak was het ook zo, dus seponeren. Nee, de eventuele nieuwe zaak wordt ook weer bekeken op zijn merites. En een andere zaak kan het natuurlijk wel zo zijn dat er vervolgd wordt.